Yo mensen, Borlexist hier en vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie. Dit is een challenge video, soort van. Het is een Minecraft video die ik heb gezien door een van mijn makkers, Zwarte Bliksem. Linkje staat in de beschrijving, dus abonneer even op hem. En hij deed een one-hit challenge, wat inhoudt dat als je één keer wordt gehit, dat de serie afgelopen is. Fall damage stelt niet, je kan alleen gehit worden dus door zombies of creepers of skeletons. Of hele andere dingen, maakt niet uit. Zolang het maar geen fall damage is. Dus ja, ik ga een wereld maken. En het moment dat ik word geraakt, eindigt deze serie, eindigt de video, is het helemaal klaar. Challenge is eigenlijk, wordt niet geraakt, punt. En dat gaan we nu proberen. Dus ik ga een wereld maken. Ik noem hem natuurlijk One Hit. Die naam heb ik ook van hem genakt, maar dat maakt niet uit. Game mode survival. Structures on, the world type, default, allow cheats, of bonus chest, of, en dat is het. Dus ik ga deze wereld maken en als ik erin zit, dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, de wereld is bijna klaar. We zijn nu op 70%. Gaan inladen. Kijk wat we hier hebben. Oké, het is gewoon open. Zonder eigenlijk nog veel meer te praten. Ik moet natuurlijk een safe spot hebben. Ik moet ergens veilig kunnen zijn zonder dood te gaan. Dus nogmaals, alle damage die ik pak, behalve fall damage, wordt geteld als dat ik dood ben eigenlijk, dat ik de serie moet eindigen. Dus ik ga wat hout hakken, gewoon wat normaal survivalen, wat je altijd doet. En hopelijk worden we niet gehit. Autojump heb ik even uitgezet. Ik heb ook de difficulty op hard gezet. Zoals je kan zien, hier op hard. Ik lock hem er ook in. Dan kan ik dat niet meer veranderen. Ja, dan is het gewoon normaal survival spelen. Natuurlijk, de Minecraft survival series die al op mijn kanaal was, die blijft gewoon doorgaan. Maar dit is gewoon een kleine side video series, wat me wel heel erg leuk leek. Er zijn nog meer schapen, dus die gaan we ook even killen. En dan moeten we eigenlijk wel een plek gaan zoeken om te wonen. Maar natuurlijk, het blijft gewoon normale survival. Het enige dat het extra interessant maakt, is dat ik niet geraakt mag worden. Jee, maar gewoon hoge bergen. Kijk, alsnog. Ah, kijk. Dit telt dus niet. Want het is fall damage. Ik ben niet geraakt door een zombie of zo. Ik wou eigenlijk net gaan zeggen, ik probeer wel uit te kijken met fall damage. Want ja, dat is sowieso altijd handig om mee uit te kijken. Ja, nee, daar gaan we niet heen. Nee, nee, nee. Dan moeten we later misschien terugkomen. Ik zie creepers. Dat gaan we dus even niet doen. Ah, kijk. Je ziet er alweer een stukje beter uit. Als we hier ergens in een bergje kunnen vinden. Dan ga ik er gewoon even... Oh, dit kan nog best een goed plekje zijn. En dan kun je gewoon gaan beginnen. Bij de crafting table. Daarbij moeten we nog eventjes een furnace maken. We hebben een deur nodig. Er meteen drie. Ik weet niet waarom. Maar waarom ook niet. Zo dan. Het is hier op het moment ook echt heel erg warm. Dus ik weet niet of je me kan zien zweten. Maar het zou nog zomaar kunnen. Oeh, iron. Ik ga weer even terug naar het huis. Ik weet niet of we wol hebben. Anders dan maak ik even een bed. Dan gaan we gewoon weer eventjes progress maken aan de base. Ik probeer even een voorkant te maken. Want nu is het alleen een deur, dat ziet er niet echt uit. Dan zie ik jullie weer als ik eventjes een bed heb gemaakt en even heb geslapen. Oké, ik heb wat spullen. Ik heb wat cobblestone, ik heb wat stairs, ik heb wat logs. En we moeten natuurlijk nog wel wat extra's gaan hakken. Want anders dan, ja, krijgen we het waarschijnlijk niet af hiervoor. Dus